zijn zo ver uit elkaar dat je in alle rust van het een naar het ander kan gaan. Ja, het is een erg rustieke omgeving. Ja hoor. Nou, wat fijn dat u dan uw moeder iedere zaterdag komt bezoeken. Ja, ze zit in een zorgcentrum, dus dat is voor haar ook een soort van hoogtepuntje. Ja. En is het dan ook nog mogelijk om met moeder hier naartoe te komen? Nou, zij is niet zo mobiel dat zij hier rond gaat lopen. Nee. Dan moet het met een rolstoel. En dat is hier toch niet echt... Ja, maar dat kan ook met deze shuttle, hè? Ja, dat klopt. Ja. Want dat heb ik nu ook. Mensen, die brengen van de een naar de andere. En dan tussendoor weer andere mensen ophalen. Nou, ik zal het eens met haar bespreken. Ja hoor. Volgende week heb ik een weekje time-out. Ja, ik geloof dat het park tot op oktober open is. Ja hoor. En dan krijgen we vanaf 15 december tot aan 6 januari de kerst. Ah, ja. En die is ook heel bijzonder. Heb ik inderdaad gisteren even online allemaal bekeken wat er allemaal zo'n beetje te doen is. Ja hoor, maar die kerststallen tentoonstelling en dan zijn we tot s'avonds 9 uur open. Oh, dat moet wel heel erg feestelijk zijn. Ja, absoluut. Ja, en heeft u de geboortegrot nu gezien? Ja, die heb ik gezien. Goed. En het Arabische dorp? Ja, heb ik ook gezien. Bent u door de Romeinse stadstraat gewandeld? Ja, ook. Nou. En alles wat ik niet gezien heb, dat mis ik op de foto's. En dat bekijk ik dan de volgende keer. Zeker wel. Nou, vriendelijk bedankt voor de terugreis.